club staat vandaag 109 jaar. Ik wil alle sporters en de club feliciteren met het 109-jarig bestaan. Ja, Bilal, dag 1 van het trainingskamp in Oostenrijk zit erop. Hoe was het vandaag? Ja, het was vooral warm, maar de nadruk ligt natuurlijk op de training. En, het was wel lekker. In de middag wat partijtjes gedaan. En er komt altijd strijd in kijken. Het was wat te zien met de scheids en zo. Maar ja, in de ochtend ook lekker getraind en nu zit er weer op voor vandaag. Ja, we hebben jullie met gewichten aan de gang gezien, met medicijnballen vanochtend. Ja. Vanavond nog wat loopjes op snelheid en dat soort dingen. Wordt dat erbij in de voorbereiding? Ja, we hebben de meeste loopjes gelukkig al in Rotterdam achtergelaten. Dat was nog wat pittiger, maar ja, dat hoort er natuurlijk bij, gewoon fit worden. En naarmate het seizoen begint, dan heb je daar geen moeite meer mee. Dus dat scheelt uiteindelijk wel. We zagen jou ook een eerlijke goal maken op de training. Zit je goed in je vel? Ja, vorig jaar was het nog wel af en toe even terugkijken naar de kans die ik heb gemist. En dit jaar moet dat gewoon veel beter. En dat begint uiteindelijk ook gewoon op de trainingen. Dat is de basis voor de wedstrijden. Dus elke kans die je op de training maakt, die komt ook terug in de wedstrijd. Dus als je het op de trainingen maakt, dan moet het in de wedstrijd ook gebeuren. Dus ja, spreekt voor zich, denk ik. Nu gaat de bus vertrekken. Vanavond beentjes omhoog op de hotelkamer. Nou, viel wel mee. We hebben al een paar weken erop zitten, dus de zware benen zijn er al uit. Gelukkig. Dankjewel. Ja. Jongen. Pas jongen.